Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven. Hallo, welkom bij de tweede aflevering van Blue White Breakdown, een podcast over Agent, gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. We zijn er deze keer wat vroeger bij, omdat de terugmatch in Bazakse hier morgen al is om 18 uur. En ik ben hier met Cedric en Jentel opnieuw. Hallo, hallo. Hallo. Jonas is op skireis, dus die is er deze keer niet bij. Zijn vervanger is Nico. Goedemiddag, Nico. Goedemiddag. Nico, jij bent ook supporter van Agent? Ja, ik ben al 25, 30 jaar ben eigenlijk een overloper van het vroegere SK Beveren. Ah ja, oké. En sinds wanneer ben je dan supporter geworden van Agent dan? Ja, een 25-tal jaar geleden. Ja. Dus eerst beginnen af en toe gaan meekijken en dan beetje per beetje toch supporter geworden. Ja. En in de beginjaren eerst nog voor Beveren gesupporterd, dus als ik in het stadion ging kijken. Maar nu voluit Gent supporter. En je had in het stadion dan ook een abonnement? Ze gingen altijd naar alle matchen? Ja, eerst niet, maar uiteindelijk dan wel, ja. Ja, oké. Okay. Ja, dan gaan we beginnen aan de nabeschouwing van Zulte-Waregem aan Gent dit weekend zeker. Cedric, wat heb je allemaal voorbereid? Wel, ik heb weer mijn huiswerk goed gedaan. Ik zal eraan beginnen, hè. Dus overal het algemeen was het heel efficiënt Gent. Dat denk ik dat we allemaal kunnen zeggen, ja. Dat we een keer heel efficiënt waren, ja, voor een wedstrijd. Voor de verandering. Voor de verandering, inderdaad. Wel, ik heb dus waar statistieken opgezocht. Heel de wedstrijd hadden we 61% balbezit. Dat toch wel aan de hoge kant ligt. We spelen wel tegen de ZOK Waregem, dat mogen we niet vergeten. Maar toch wel, een 61% balbezit is heel sterk. Zeker als je met een goed middenveld speelt. En dan het efficiënte jaar waren 9 schoten op doel, waarvan 6 goals. Ja. Dat is wel echt efficiënt. Dat is wel vaak slechter geweest. Inderdaad. Wat al wel was, we begonnen iets minder aan de wedstrijd. Allee, vooral Waregem begon iets sterker. Met direct wel een paar kansen dat ze creëerden, maar daar bleef het ook bij. Ik denk, het duurde een kwartiertje en dan begon Gent wat meer het spel over te nemen. En ja, dan, ik vond ook wel dat Waregem, zelfs over de hele match, ook in de tweede helft veel, dat we eigenlijk veel kansen hebben weggegeven aan Waregem. Ja, toch wel. De 2 goals waren wel verdiend. Ze in de wedstrijd terug. Ja. Dus ik vond die 2 goals wel verdiend voor Waregem. Ze had ook nog eens op de lat getrapt in de tweede helft. Ja, ja, ja. Tien Yogano. Ja. Dus ja, ja, chance dat wij er zoveel scoren. Ja. Ja, gelukkig hebben we een speler die direct naar de goal trapt nu. Ja, natuurlijk. Ja, de grote Orban-show. Ja. Ja. Met de 4 doelpunten. Quattrick. Er is nog nooit een Gentse speler geweest die 4 doelpunten scoorde. Een jubilair pro league wedstrijd. Ja, blijkbaar, ja. Amai, dat is gek. Ja. Ja. En dan nog in 1 helft. Ook al, ja. Ja, een zuivere quattrick. Zonder dan zo bij nieuw. En het kon eigenlijk 105 geweest zijn, want hij had dan nog een schot dat hij op de... Ja, en 1 afgekeurd zeker. Ja. 1 afgekeurd ook. Ja, we zullen ze anders eens overlopen, hè. Dus de eerste was eigenlijk zo een... Een weggevertje van de verdediging, hè. Van Zulte. Van Surmo. Ja. Hoe heet hij nu weer? Ik weet niet meer wat het was. Maar het was een verdediger van Zulte die de bal eigenlijk verschrikkelijk slecht wegwerkte. En Orban, ja, ik heb de commentator een paar keer over zijn, die heeft maar een halve kans nodig om te scoren eigenlijk. Ja, dat is waar. Dus die denkt niet na, die trapt gewoon en is het binnen. Is eigenlijk... En hij kijkt ook niet naar de goal. Ja, nee, hij weet het gewoon staan, hè. Ja. Ja. Topspissen, ja. Hij weet de goal gewoon staan. Dat is gewoon een soort van aanvoelen, denk ik, dat hij heeft. Mm-hmm. Ja. Dus dat was de eerste goal, ja, weggevertje van Surmo, die later dan ook wel weer gewisseld was. Want hij was ingevallen voor de geblesseerde Sirani. Ja. Ah ja, juist. Ja. En dan later in de match is hij weer gewisseld, dus dat is eigenlijk wel pijnlijk. Ja. Ja. En dan de tweede goal. De tweede goal. Het was de vrije trap. De vrije trap, ja. Ik vond het wel zot dat hij die direct opeiste. Ik wist niet dat hij dat kon. Ik ook niet. Maar ik heb gelezen, Van Haasbroek wist dat wel, die had daar met hem over gebabbeld. Maar de andere speels van hem wisten dat ook niet. Dus die waren ook verrast dat hij direct zei van, ik zou dat wel doen. Ja. En dan trapte hij gewoon binnen. Ja, omdat hij zo... Ah, dat is wel raar. Allee, dat ze dat op training nog niet van hem gezien hebben dan. Ja. Maar volgens Gein zei dat hij dat wel wist. Ja. Ja, dus... Gein zegt altijd dat hij alles ziet. Ja, maar ik vond het vooral gek dat hij direct die vrije trap opeist. Ik bedoel, hoe lang speelt hij nu bij Gent? 4 weken? Ja. En dat hij toch direct die dominantie heeft van, ik ga daar een keer trappen. En we weten ondertussen dat hij een heel aanwezige speler is. Ja. Maar ik denk ook dat dat... Nu is dat positief dat hij ook nog problemen gaat geven als het niet goed uitdraait, als minder, resultaten zijn. Dat kan wel, ja. Ja, en hij nam ook aan een interview dat hij graag wil dat Orban viert met zijn team.
omdat hij vaak doet eigen bedje, maar dan doet hij dat voor zichzelf eigenlijk. Terwijl als je een goal maakt, maak je met een team als je erover nadenkt. En niet alleen, tenzij als je een vrije trap in het trapt. Ja. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is misschien een goede vraag. Moet je een vaste vrije trapnemer hebben of laat je dat variëren? Dat ligt aan de positie, denk ik. Ik denk sowieso dat je in elk team wel een paar spelers hebt die dat goed kunnen. Mm. En als je denkt van oké, de laatste tijd lukt het goed, ik heb er een goed gevoel bij, laat mij dat doen. Of als je denkt van ja, de laatste tijd, het gaat niet zo goed, doe hem maar. Dat dat onderling ook wel een beetje beslist wordt. Ja. Het is ook like dat Hein zegt, van we hebben onze specialisten, maar die scoren er niet uit. Dus hij neemt een bal op zich en hij scoort direct, dus je kunt er niks op zijn. Ja. Het is ook gewoon echt al lang geleden dat ik nog een keer een speler van Gent een rechtstreekse vrije trap heb zien nemen. Ik denk dat het geleden is van... Kums waarschijnlijk. Ja, Kums zeker. Ook al een paar jaar geleden waarschijnlijk. Ik herinner me een keer, Kums tegen Genk, als ik me niet vergis. Of was dat gewoon een afstandsshot? Ik weet niet. Ja, inderdaad, het is al lang geleden dat een Gent-speler een vrije trap rechtstreeks heeft binnengetrapt. Ja, vroeger Milicevic. Ja, maar het is nog al... Dat is al langer geleden. Ja, maar wat ik ook merkte bij Waregem is, de vrije trap was wel wat iets verder dan normaal gezien de vrije trap dat je hebt dat binnen wordt geschoten. Dus dat is wel redelijk. Dus wat je wel vond is, in die wedstrijd is dat die vrije trap wel van ver was. Dat wel uitzonderlijk is, omdat normaal gezien trap je een vrije trap van de rand van de 16 binnen. Maar dan later in de tweede helft was er ook een vrije trap voor Gent, dat wel aan de rand van de 16 was. En Orban trapte die dan niet. Dus is die eerder iemand die echt gewoon er een peer op geeft die dan goed geplaatst is? Of als die, dat hij die niet met precisie kan trappen van als het zo dichtbij is? Dat vraag ik me dan af. Ja, ik denk dat de toekomst dat zal uitwijzen. Ja. Wel, ik heb nog wat statistieken van Orban nu. Die jongen heeft 4 goals gemaakt uit 7 schoten, waarvan 5 op goal. Dus eentje niet, zal ik maar zeggen. Plus dan nog een afgekeurd doelpunt. En dan nog ook een heel andere statistiek, ook over schieten. Waren er totaal 6 schoten binnen de 16, waarvan 3 goals, 1 De Saar en 2 Orban. En dan 6 schoten buiten de 16, met Castromontes en 2 keer Orban. Ja, ik vind wel dat we het ook mogen hebben over die andere 2 goals. Ja, ja, zeker. Fantastisch. Die waren ook mooi, hè? Ja, de eerste van De Saar. Kopbal. Heel in de winkellaat. Van Piotkowski. Ja, inderdaad. De voorzet, maar ik kreeg ook wel veel tijd, hè, Piotkowski. Ja, dat is waar. Maar dan, ja. Ja, hij moet ze nog moet nog kunnen, natuurlijk. Ja. En ik denk ook wel dat het een vertrouwenboost heeft aan De Saar. Het is al heel lang geleden, denk ik, dat hij gescoord heeft. Ja, toch al een tijd, denk ik. En, ik vind dat wel... Ik vond het wel leuk dat we tegen Waregem speelden voordat we naar Europa vertrokken, omdat we geven de spelers allemaal een boost. Hè. Ja, een beetje vertrouwen opwekken. Ja. Ja? Like Castromontes scoorde ook niet zo vaak, De Saar ook niet. Die hebben nu weer een boost gehad. Ja. En vinden jullie niet dat De Saar zo wat meer echt box-to-box moet spelen? Alleen dat hij eigenlijk deed bij die goal. Ja. Dat hij wat meer in de 16 mag komen van de tegenstander. Ja, misschien wel. En nu dat ook ziet dat hij kopbal sterk is, misschien meer gebruik van maken. Hè? Ja. Alleen ik vind dat toch dat hij eigenlijk, in de vorige match heb ik dat toch opgemerkt, dat hij eigenlijk dat niet zo vaak doet. Zo echt meekomen voor de... voor de voorzetten die komen, natuurlijk wel voor de corners en voor de vrije trappen. Maar ja, ik vind eigenlijk dat hij dat meer mag doen, omdat hij daar gewoon goed in is. Ik denk ook als hij de kans krijgt van in de 16 te lopen en hij krijgt een goede pas, dat hij hem ook 9 van 10 keer bij wijze van spreken gewoon binnentrapt. Ja, dat hij ook wel echt goed kan schieten, hij heeft mooie techniek, mooie traptechniek. Ja, afstandsschoten kan hij ook echt goed inderdaad. Maar geef je hem dan de taak van blijf buiten de 16 en trap een tweede bal erin, of zeg je van ga mee in de 16 en probeer te koppen? Ja, dat moet je ook aan rekenen. Dat je misschien een beetje afhangt van het moment in de match. Ik denk dat hij nog altijd beter is voor die afvallende bal dan op zijn hoofd te nemen. Ja. Ik denk dat dat nu een beetje meer toeval was dat hij hem binnenkopte. Ja, het was wel echt mooi in de winkel aangekopt. Dat wel, ja. Mooie overhoeks. Misschien ook meer durven van afstand schieten. Ik denk Castromontes, Kums, De Saar hebben allemaal een goed afstandsschot. Die kunnen allemaal, ja. Waarom zou je niet zeggen, schiet ik hier Piotkowski ook? Die mocht ook van mij een paar keer uithalen. Ook, en Jordan kan ook goed van afstand schieten. Dus. Ja, ze maken er misschien net iets te weinig gebruik van die mogelijkheden. Ja. Ergens is het wel begrijpelijk, hè? Want als je van afstand trapt, is de kans groot dat groter dat hij daarnaast zit dan als je in de 16 zit. Ja, ik weet, ja. Gent is toch wel de laatste jaar altijd zo'n ploeg geweest die de bal er wil inlopen bijna. Eigenlijk. Door zo te blijven passen. En we zien dat toch vaak dat ze van links naar rechts en links naar beetje rechts. Beetje handbal. Ja, inderdaad. Dus ja, dan mogen ze. Als Sudali terugkomt, gaan we dan nog terug meer zien. Hè? Ja. Die korte acties. Ja.
Hij is trouwens mee naar Başakşehir, maar we zullen het daar straks over hebben bij Başakşehir. Ja. Dan heb ik nog een statistiek over de hele wedstrijd. In de hele wedstrijd waren er 540 passes gegeven door Gent, met een nauwkeurigheid van 77%. Dat gaat over van achterpasses, maar ook ballen naar voren. Ja. Ik denk als je naar een gemiddelde wedstrijd van Gent kijkt, dat dat rond de 60% zit. Oké, we spelen tegen een zwak Waregem, maar nog altijd. 77% is wel aan de hoge kant. Ja, ik denk dat dat vooral inderdaad, dat je zegt, aan Waregem ook ligt. Ik vond die echt teleurstellend. Ja, maar het staat niet voor niks. We staan in de degradatiezone of net erbuiten. Ah, ja, nou, voorlaatste, inderdaad. We staan er ook niet voor niks natuurlijk. Hè. Ja, ik denk dat ze vooral pech hebben gehad met Vormer die uitviel. Dus ze hadden die gehaald als wintertransfer, Ruud Vormer van Brugge. En die is dan uitgevallen met een blessure en die komt niet meer terug. Ze waren op de goede weg en samen met Bruls erbij. Ja. Maar nu valt er één van die twee weg en het stuikt zo'n beetje in elkaar. Hè. Ja, inderdaad. En dan nog een puntje dat ik zeker wil aanhalen, ook omdat ik de vorige podcast erover had, is Inderdi. Er waren vier schoten op goal, maar daarvan waren er twee wel binnen. En ik denk toch wel als keeper heb Zwee daar natuurlijk altijd de rol in. En zoals ik al zei, Nardi brengt bepaalde chaos in de verdediging. Ik vond dat nu wel opnieuw mijn punt bevestigde. Ja, dat klopt wel. Nou, ik denk zeker bij de tweede goal, als ik me niet vergis, dat het toch... dat komt toch van... Oei. Dat kon misschien toch beter gedaan. Ja, dat hij wel gewoon die voorzet kon plukken. Ja. Misschien ook te weinig communicatie. Zenuwachtigheid uit. Inderdaad. Met Roef heb je meer die rust. Ja, dat en wel. Ik denk dat hij ook, ik had het ook voor een podcast gezegd, dat met Okumu, dat het daaraan kan liggen, omdat Okumu zelf ook iemand is die graag praat en meedoet in het spel. Terwijl als je een keeper hebt die meer de leiding neemt, dat je daar je tegen elkaar opzet. Maar ja, misschien dat werkt dat niet echt voor Okumu, dat kan. Ja. Ja, maar die is nu nog geblesseerd, Okumu. Ja, hopelijk ook bijna terug. En Jordan, eigenlijk gaat Jordan mee naar Turkije? Ik weet het niet. Dat is een goede vraag eigenlijk. De selectie is nog niet officieel bekendgemaakt, nee. Maar ja, we gaan het zien. Er sprake ofwel nu of tegen Eupen ging hij terugkomen. Dus. Ja, en Tissou Dali is mee voor te trainen, blijkbaar. Ja, te trainen. Ja. Wie weet, valt hij in. Ja, we zullen zien als de selectie bekend raakt, als het erin zat of niet. Ja, ja inderdaad. En dan nog een puntje over de andere spits. Onze Hugo Kuipers was die wedstrijd onzichtbaar. Ja. Met nul schoten op doel en een pasnauwkeurigheid van onder de 50%. Dat is wel opvallend, vind ik. Ja. Dat is wel echt maar opvallend. Maar doet dat wel iets beter, toch? Ja, en ik verwachtte tegen Waregem dat hij wel een paar goaltjes binnen kunnen trappen. Gaat hij zijn statistiek naar omhoog proberen? Omdat dat is echt iemand die verslaafd is aan statistieken. Hè. Ja, zwaar. Ja. Dacht ik van, daar ga je een wedstrijd voor hem zijn. Nou, ik vrees als die Sudali daarin komt, dat jij misschien wel de eerste afvaller zou kunnen zijn als Orban het blijft goed doen. Ja. Ja, het klopt wel dat Orban echt wel in een stijgende vormlijn is en Kuipers in een dalende trend is tegenwoordig. Maar ja, het kan natuurlijk wel snel keren. Het komt ook vaak voor dat Kuipers heel de match onzichtbaar is, dat hij toch plots één of twee keer scoort zelf. Ja. Dus uit het niks kan hij ook gewoon scoren. Dat klopt wel, dan kunnen ze zeggen, is heel de match onzichtbaar geweest, maar hij valt toch twee goals gemaakt. Ja, maar het was wel opvallend dat hij... Hij loopt wel een handse match, maar het is soms niet rendabel wat hij doet. Hè. Ja, soms, dat was nu inderdaad dat hij een paar looplijnen openmaakt door naar de flank te lopen, waardoor Orban naar binnen kan snijden. Ja. Dat is wel goed, hè, omdat je vaak een spits hebt die dat normaal gezien niet doet. Dus dan vraag ik me af, Gent kan hij misschien gebruiken, maar niet als spits. Ik bedoel... Ja... Niet als spits. Hij maakt de goals wel, hè. Ja. Ja, maar als je hem als valse spits kunt gebruiken of zo. Dat je hem echt gebruikt om de lijnen open te breken en dat je dan een Orban hebt of een Tissou Dali die ervan kan profiteren. Ja. Ja, misschien is dat een optie. Ja. Maar dan zitten we weer met dat debat van wie moet eruit. Ja, alle drie. Als je Tissou Dali, Orban en Kuipers zet, wie van de middenvelders moet er dan uit? Dus dat is moeilijk, hè. Ja, dat was een beetje mijn... Weet je, de discussie van vorige week. Ja. Inderdaad, ja, klopt. Ik zeg nog altijd alle drie op het veld en hong als supersip. Hong als supersip. U weet zo'n mening. Heb ik hier nog iets? Ja, en dan nog een goede invalbeurten. Hè. Vadis, mijn heel goede invalbeurt. Oh. Fofana en Laurent de Poitre ook. Want Laurent de Poitre heeft wel geschoten op doel. En op de paal. Op de paal, op de paal. En Fofana, die op 20 minuten, en eigenlijk Vadis ook, ik heb heel veel naar de passes gekeken, omdat zij zijn wel middenvelders. Vooral bij Vadis heeft hij bijna een pasnauwkeurigheid van 90% op 20 minuten. Ja, dat is wel echt hoog.
Ja, en hij had daar één keer Gift voor de goal gezet, maar die miste dan net. Ja. Ja. Ja, dat was wel een mooie doorsteekpas, typische Vadis-pas eigenlijk. Dus ja, blij dat hij ook terug is. Ja, en hopen dat hij terug kan blijven. Ik zou hem nu niet opstellen, maar ik denk wel dat een goede pion kan zijn die we kunnen inbrengen wanneer dat de wedstrijd beslist kan worden. Ja. Inderdaad. Stel nu dat terug gelijk staat, 1-1 of zo, met nog, weet ik veel, kwartier te spelen, dan kun je er hem misschien inbrengen. Kan hij toch die splijtende pas geven? Ja, dus een steekpas. Hij is nog altijd heel belangrijk. Hè. Ja, persoonlijk vind ik ook, ik volg die statistieken niet op, maar ik denk als je nog altijd kijkt naar het aantal punten dat hij haalt als Vadis geblesseerd is en als hij terug is, dat er nog altijd veel verschil heeft. Ik denk dat hij meer verliespunten heeft als Vadis er niet bij is dan als hij in de kern zit. Dus, en zou je hem in de ploeg zetten, in de elf, in de basiself? Maar misschien is het nu nog te vroeg, hè, maar vrij vlug dan toch al. Ja, oké. Okay. En voor wie dan? Dat is natuurlijk moeilijk. Ja, Kums, De Saar of Hong? Ja. Ik denk, ja, De Saar is ook in stijgenlijn, dat ik eerder Hong zou... Omdat hij ook soms matchen zo onzichtbaar lijkt. Hij loopt ook heel veel, maar soms ook... Ja, leg niet altijd af. Ja, dat klopt wel. En dan om dit thema af te sluiten, heb ik nog wel een heel interessante statistiek. Hein van Azenbroek heeft tegen Waregem zijn 299ste wedstrijd gecoacht. Oh, dus... Voor Gent, alleen met hun beide punten samengeteld. Dus woensdag zijn 300ste wedstrijd. Met een winstpercentage van ongeveer 50%, 49,7%. Ja, dat is 50. 50%. Ja. En ik wil ook nog eens benadrukken dat we ook volgens de statistieken heel efficiënt zijn geweest tegen Waregem. We hadden namelijk 1,17 expected goals. Ja, juist, ik heb ze zien. We hebben er 6 gemaakt. Ja. Maar ik vind die statistiek van expected goals, eerlijk, ik vind dat zo dwaas. Ik snap ook niet van waar dat ja, soms hoe berekenen ze dat? Dus. Ja, dat zijn berekeningen gemaakt door de computer, denk ik, op basis van waar het schot gebeurt. Ja. Denk ik, op de plek van het veld waar het schot gebeurt. En ook waar de keeper staat en zo. Ik denk ja, dat ze wel verschillende parameters in acht nemen om te bepalen hoeveel expected goal dat dan is, die kans. En dan tellen ze dat op. Ja, ik vind het toch een rare statistiek. Ik vind dat een beetje nutloos. Ja. Het komt ook bijna nooit overeen met het aantal goals dat effectief gescoord wordt. Exact. Ja. Maar ik weet niet welke wedstrijd dat was van het weekend, maar het kwam op 4% kans op goal en er zat ook bijna... Dat vind ik ook een rare statistiek. Ja. Hoe berekent je zoiets? Ja, dat was ook, ik was Club Brugge aan het kijken tegen Standaard en Jutklaar trapt hem daar binnen en dat was 33%, terwijl dat hij praktisch vrij op de goal staat, denk ik. Van... Ja, ik heb ook wel gezien. Allee. Ja. Zo, ja, een schijnbaar open kans, open goal, dat er zo staat 40% kans. Dat ik denk van, allee, een professionele voetbal is 99% kans of zo. Ja, dat was de goal van Adingra, van Union, die 4% kans was. Ja. En rijden mooi binnen. Ja. Ja, dat was ook wel heel mooi binnen het helft. Ja. Dat was geen grote kans of zo. Nee. Dus ja. Ik wil juist nog iets zeggen over Orban. Mm-hmm. Het was wel opvallend dat hij in de eerste helft met een dot speelde. Ja. En in de tweede helft doet hij zijn dot los en hij scoort 4 goals. Ik vond het niet leuk met een dot. Ik had het ook gestuurd en jullie van waarom loopt hier niet met een dot rond? Wat vinden we daarvan, van die dot? Ja, misschien maakt het ongeluk, weet je niet. Het was... Ja. Ja. Ik vond geen mooie uitstraling bij hem. Bij sommigen is dat wel zo, maar bij hem niet. Ja, dus Orban, als je luistert, doe die dot maar uit. En nu in het Frans, Thibaut, nu in het Frans. Goeie. Dan geen krak in. Wat ik ook daarmee link, is hij door naar Riga. Ik vond dat zo leuk dat hij met staartjes voetbalde vorig jaar. Ja? En nu dat hij zo kaal of bros is, of hoe je het ook noemen. Ik vond dat was zijn stijl. Ja, dat had wel iets. Die mist nu uitstraling, vind ik. Dat had wel iets, vond ik. Ja. En het is net als hij, het is gelijk dat zijn niveau daar ook een beetje minder door geworden is. Ja, wie weet. Ja. Een geheime kracht in de haren. Alle Gent-spelers vanaf nu met gekke haardetails. Jaren 80 all over again. Ja. Next. Ja, is goed voor mij naar het volgende themaatje. En dat is het transferbeleid in Gent en de transfer van afgelopen seizoen. Omdat we toch wel naar het einde lopen van dit seizoen hebben gaan kijken. Wat vinden we ervan? Wat kan beter?
Dus ik denk dat ik eens keer de statistieken ga overlopen, omdat ik toch wel de statistiekenman ben geworden hier. Dus inkomend hebben we verschillende transfers. Dit zijn gewoon de transfer van andere clubs, want we hebben een paar van Jong Gent. Die heb ik er niet bij gerekend, om, die kosten ook ons geen geld, behalve hun loon dan. Dus we hebben natuurlijk Kuipers voor 4 miljoen. Jordan voor 5 miljoen, dat is onze duurste transfer. Dan hebben we Hong voor 1,5 miljoen. Nardi voor 150.000. Gift voor 3 miljoen. Hauge, huur en Piatkowski, ook een huur. Dat is een totaal plaatje van 13.650.000 euro plus twee spelers huur. Ja, ja, we zullen beginnen bij Kuipers dan. Ja. Ja. Is hij geslaagd of niet? Ik denk van wel. Ik denk het wel, ja. Ja. Kan niet anders. Ja. Ja. Misschien altijd topscorer. Dus. Ja. Misschien een beetje overpaid, vind ik nog altijd. Maar hij wou hem graag. En, 4 miljoen. 4 miljoen. Ja, terwijl toen was zijn marktwaarde op 3 miljoen. Ja. Ja, Hein, ja, die wilde hem echt wel naar Gent halen. Mm-hmm. Begrijpelijk. Maar hij had er weinig ander gehaald kunnen hebben met hetzelfde doelpuntensaldo. Ja. Ja, dat klopt wel. Allee, ja, het klopt wel dat hij misschien vaak zo wat te pletter loopt, onnodig. Maar ja, als er 15 maakt, kun je er weinig op zijn. Ja, natuurlijk. Ja. En het is ook niet alleen de score, dat die gast loopt. Als zoals gezegd, hij trekt de looplijn open. Ja, ik denk dat een verdediging daar echt mee vol zit elke match. Ja, zelf Vertonghen, die barst van, die barst van ervaring, kan hem niet bijhouden en heeft het moeilijk tegen onze Kuipers. Nou, ik vond gelijk bijvoorbeeld die thuismatch tegen Brugge, dat we 2-0 winnen dit seizoen, was Kuipers echt top. Allee, ja. Hoeveel gaten dat hij daar openliep voor andere spelers. En die bleef hij maar gaan. Hij geeft niet op en ook de druk op de keeper zetten. Orban doet dat nu ook wel, maar... Ja. Dus, dat is niet snel een speler die zijn hoofd laat zakken. Volgens mij mag je nog verliezen met 0-2, gaat hij echt erop blijven lopen. Ja, die blijft proberen. Hè. Ja. Ik denk ook dat hij dat nodig heeft om zich goed te voelen op het veld. Allee, hij zegt dat ook in interviews vaak, dat hij, omdat sommige mensen kritiek hebben op hem, van loop je niet te veel eigenlijk, want zou je dan niet nog meer scoren als je wat minder loopt? Of nog wat meer op de juiste plek staan? Maar hij zegt van ik heb dat nodig om mij goed te voelen op het veld. Dat beperkt hem in zijn spel en dat gaat hij misschien ook in het kopje beginnen spelen en inderdaad. Minder goed aflopen. Ja. Ik zou misschien ook trainer zijn, ik zou zeker niet zeggen van loop wat minder. Nee. Ik zou zeggen van doe gewoon, lijkt dat beter zit. Ja, hoe het beste voor hem voelt. Ja. Ik denk dat veel trainers zo dromen van een speler gelijk Kuipers. Dat had het gezegd in Extra Time was het. Vorige week zei hij van... na de wedstrijden blijf ik zitten, na de training blijf ik zitten voor statistieken te overlopen. In Mechelen deed hij dat blijkbaar met de Voer en de Voer werd er helemaal zot van. Ja. Allee, dat is een droomspeler. Hè. Dat is een student die naast zijn school direct begint te studeren. Ja. Doet me eigenlijk een beetje denken aan Lukaku. Die is ook zo bezeten van statistieken en zo. Hè. En die kijkt naar andere spitsen en zo en probeert daarvan te leren. Dus ja. Kan alleen maar beter worden. Nog. Voilà. Dat is alleen maar positief. Ja. Ja. Ik denk dat Kuipers ook nog maar 26 is, als ik me niet vergis. Richting de 30 aan het gaan. Dus ja. Ik ging nog iets zeggen van Kuipers. Ik ben het nu net aan het vergeten. We gaan naar de volgende transfer gaan. Als het mij nog binnenvliegt, zal ik het al op tafel gooien. Okay. Dan is Jordan. 5 miljoen. Torunariga, ja. Ja, Torunariga. Geslaagd, niet geslaagd. Ja. Ik denk dat hij ook wel geslaagd kan noemen. Ja. Ik denk vorig seizoen nog net iets beter, toch? Maar denk gewoon heel de verdediging was vorig seizoen beter. Ja, dus ik denk dat het niet aan hem persoonlijk ligt. Ja, is zeker. Geslaagd, vind ik, door wat dat hij vorig seizoen gedaan heeft. Dat is iets minder, maar ik denk dat hij toekomstgericht dat is een degelijke verdediger. Ja, we weten wat hij kan en wat hij in zijn mars heeft. Ja, sowieso. Dus, ja. Misschien veel geld voor een verdediger, maar... Ja. Het was blijkbaar moeilijk om hem los te weken bij Hertha Berlijn. Ja, een snelle verdediger ook. Hè. Ja, heel snel. Ja. En ook technisch. Hè. Ja. Ik denk, misschien ook Okumu is misschien sneller, maar ik zou zeggen dat Torunariga misschien de snelste is van... Okumu, Piatkowski is ook wel een snelle, hoor, maar daar gaan we straks zelf verder op ingaan. Ja, Torunariga vind ik eigenlijk ook gewoon... Ik ben heel blij dat we hem wel hebben, want ik kan me niet voorstellen dat we met Godot van achter spelen. Een heel seizoen. Ja, ja een heel seizoen zou niet uit te houden zijn. Ik een type speler als Godot. Ja, ik denk dat ook niet. Godot is degelijk, maar ik zie hem niet een hele match tegen een topteam goed presteren. Ja, vooral zoals ze moet spelen inderdaad tegen die topteams in België en in de Europees.
denk ik dat je net tekort gaat komen met Gudu. Denk het, ja. Ja, maar eigenlijk wat we daarnet zeiden, vorig jaar, vlak voor de play-offs, die verdediging van ons was, ja, was een droom van elke Gent-fan, denk ik. Ik bedoel, ja, iedereen was er bang. Kijk naar de bekerfinale. Niks, ja, die hebben daar alles samen met Roef. Die drie van achter. Ja, het was eigenlijk sinds dat Torunariga was gekomen, was dat een hele lange reeks dat we eigenlijk niks verloren. Ja, ja, na nieuwjaar. Ja. Ja. Ik weet niet hoeveel matchen dat al was, maar dat was heel veel. Ja, en constante clean sheets aan elkaar reikten en zo. Ja. Mm. Maar misschien dus is het ook nu dat hij een beetje sukkelt met blessures. Hij heeft er wel een paar gehad nu. Ja. Dat het daar misschien ook wel aan kan liggen, zijn prestaties. Omdat hij misschien ergens de angst heeft van... Ja, dat is volgens mij misschien wel de hoofdreden voor zijn iets mindere prestaties dit jaar dan vorig jaar. Maar allee, ik blijf wel van mijn punt. Hij is een startspeler als hij fit is. Laat hem starten. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus nooit haal hem eraf als het moe om hem rust te geven. Dat we hem niet nog een keer kwetsen. Dat we niet een Vadis verhaal creëren, maar rap gekwetst, maar dat we hem wel, als die fit is, laten spelen. Ook nu, als hij mee zou zijn naar Turkije, ik weet het nog niet. Laat hem starten. Dat is altijd iemand die we kunnen gebruiken. Ja, ik heb hem alleszins niet opgemerkt op de beelden van de luchthaven. Ja, maar we hebben ook niet veel foto's gezien. Het was zo meer een filmpje op de Instagram. Ja. Dus. Ja, ja, ja. Dan de volgende speler, Hong. Ik denk dat we... Ja. Dat is een voltreffer. Hè? Ja, sowieso. Ja. Hoeveel hebben we daarvoor betaald? 1,5. Van Lask komt hij. Lask Linz in Oostenrijk. Ja, ik inderdaad. Ja, die speelt quasi elke match sinds dat hij is gekomen, denk ik. Ja. Ook echt slechte match die ook nog niet speelde. Ja, ja, onzichtbare match wel. Ja, maar denk ook er is altijd een rol dat hij speelt. Hè. Ook door zijn positie op het veld dat hij onzichtbaar lijkt, wat hij wel belangrijk is. Het zijn nog van die spelers gelijk een Golo Kanté, die scoort niet of zo, weet ik veel. Die geeft geen assist, maar die is wel super belangrijk voor Chelsea en zo. Ja. En we zitten ook over een heel goede mentaliteit. Hè. Die blijft ook 90 minuten vol een bak gaan. Hè. Ja, ik denk dat er ook iemand is die als trainer van droomt. Ja. Maar wel een heel stille speler, vind ik. Ja, ja. Ja, het hoeft niet allemaal handjes de voorste te zijn. Soms valt hij op de grond en ligt hij daar. Maar normaal speler zegt dan naar de scheidsrechter of zo, dat ze er ook een reactie op geven. En dat mis ik wel ergens, hoor. Want soms denk ik van, als je misschien daar een discussie gaat, gaan ze het opnieuw bekijken en kun je er iets uithalen. Like bij Club Brugge was dat een keer gebeurd, afgelopen wedstrijd. Allee, even geleden. Was Hong daar, denk ik, tegen Kasper Nielsen, was Kasper Nielsen helemaal omver gelopen. Dat ik denk van, allee, Hong, zeg iets of zo. Of een keer kwaad. Maar... Ja, of lok een reactie uit. Op dat gebied hebben te weinig spelers zien dat doen, eigenlijk. Ja, ze dus van die... daar is ook zo... Ze van die smeerlapjes. Iets te braaf misschien. Ja. Als profvoetballer, allee, ik vind dat verschrikkelijk zelf om te zien, maar je moet echt als profvoetballer een klein beetje een rotzakje zijn, eigenlijk. Dus als je Orban heen bent en die een knuffel geeft, dat vind ik ook wel... Dat waardeer ik ook wel echt hard. Dan snap je, dat is gewoon... Je moet wel sportief blijven, natuurlijk. Ja, maar dan denk ik ook... Gelijk Noah Lang bijvoorbeeld, dat is een speler die niet op zijn mond is gevallen. Dat vind ik dan wel aan de overdreven kant. Is er iets over? Maar ik kan niet te veel babbelen over hem, want... Ergens denk ik ook van wel... Van, ik snap wel dat je soms uit je hok komt, maar... Gelijk dan met Benito Raman geweest bij Gent, dat was ook iemand die heel snel zijn mening op tafel gooit. Ik denk dat elke Gent-fan wel weet wat hij gezegd heeft. Ja, vooral gezongen. Ja. Maar je mocht dat ook niet afnemen van die gast. Dan, nee, ik denk sowieso. Ja. Verliezen ze veel van hun waarde, eigenlijk. Hè. Ja, dat klopt ook wel. Maar hadden ze hem dat niet afgenomen, dan ging zijn carrière er waarschijnlijk anders uit te zien. Hè. We hadden nog een paar jaar geleden... Verstraeten, Burger Verstraeten. Nou, dat was wel zo iemand die zo'n smeerlapje was. Ja. Maar ja. Wat hij nog altijd bij Antwerpen? Allee, voetbalt. Nee, die zit bij Mechelen, dacht ik. Mechelen. Ja, inderdaad, Mechelen is het. Ja. Oké, gaan we naar de volgende speler? Ja. Misschien de meest 50-50 speler voor veel mensen, Nardi. Want ik ben persoonlijk meer een fan van Roef. In het begin van, als hij hier kwam, vond ik hem heel goed presteren, Nardi. Ik dacht van, oké, Roef gaat niet meer van de bank komen. Maar dan toch, ook door de foutjes in de verdediging, dat ik denk van, oei, leg het aan naar die en dan begin je te denken. Ik denk, qua reflexen is hij sterker dan Roef, denk ik. Dat is zijn onzekerheid, zijn zenuwachtigheid, die wat apart speelt. Ja, ik dacht vooral, inderdaad, gelijk dat je zegt, Cedric, aan het begin, toen dat hij toekwam, dacht ik ook van, die gaat Roef gewoon los uitspelen. Omdat Roef op dat moment ook zo niet echt overtuigend was. Niet echt in vorm was. Maar
Ja, de laatste, eigenlijk sinds na het WK ongeveer, is naar die inderdaad zo wat... Ja, heeft hij zo iets minder mijn vertrouwen verloren. En dat zie je ook in de ploeg, ja. Hein laat Roef in de Conference League starten. In de Conference League doet het goed, hè. Ja, ja, inderdaad. Ik zie daar weinig tot geen foutjes. We hadden wel gezien dat, ja, dat gaat natuurlijk ook van voor nieuwjaar. In de Conference League, in de groepsfase, had Nardi, was Nardi de keeper van de Conference League met de hoogste save percentage. Van alle keepers in de Conference League op dat moment. Dus ja, dat bewijst wel gewoon dat je een goede keeper bent. Als je 86% was het. 86% van de ballen op doel had hij gesaved. Maar hij had toch maar 2 wedstrijden gespeeld in de groepsfase, als ik me niet vergis. Nee, toch? Ik denk dat hij alles heeft gespeeld in de groepsfase. Ja, denk het wel. Ja? Ja, het was Nardi in de Conference League en Roef in de competitie. Ik denk dat dat wel een voordeel is als je... Als Nardi de juist was... Ja, maar na de verloop van tijd was het altijd Nardi. En dan wisselt in de Conference League. Zwaar. En in de beker mocht Roef dan ook spelen. Ook, ja. Ja, inderdaad. En nu is het omgekeerd eigenlijk. Roef in de Conference League, Nardi in de competitie. Ja, ik denk dat ze altijd een minpuntje hebben, eigenlijk elk spel natuurlijk. Maar het zijn wel altijd goede keepers. En ik denk dat het wel een voordeel is dat je wel af en toe een keer kunt wisselen. Ja. Want de meeste ploegen hebben zo één goede keeper. En de tweede keeper was zo... Ik veel, een nauw of een jonkie. Degelijke keepers, maar geen uitspringers, vind ik. Ja, geen echte top keeper. Ja, inderdaad. Gewoon al twee goed. En dat er wel een voordeel is. Als je weet, stel nu tegenstander ziet, het is Roef in doel, dan denken ze van, oei, ja, een goede keeper. Maar als het naar die doel is, denken ze ook, oei, ja, een goede keeper. Ja. En ik denk ook dat je, daarom dat ook waarschijnlijk Roef meer in de Conference League staat, met penalties, dat Roef stopt. 1/3 van zijn penalties, terwijl Nardi, ik weet niet wat zijn percentage is, of als die ooit zelf een penalty heeft moeten pakken. Ik weet het niet. Ja, op vlak van penalties is Roef duidelijk wel de betere. En dan denk ik dat het inderdaad slimmer is om Roef op te stellen in toernooien, waar dat je penalties kunt hebben, dan in de competitie. Ja, alhoewel inderdaad. Ik nu ook wel meer overtuigd ben van, laat Roef ook maar een beetje in de competitie spelen. Ja, maar op wat Jent al zei, over die 2 goede keepers hebben... Allee, veel mensen zeggen juist het omgekeerde, dat je eigenlijk maar 1 echt goede keeper moet hebben en een andere keeper die zijn plaats weet. Zijn plaats weet op de bank. Maar ja, ik ga eigenlijk wel meer akkoord met u, wat je zegt van die 2 goede keepers, want ik denk dat die elkaar dan ook wel... een beetje competitie. Ja, elkaar wel beter maken, inderdaad. Want, omdat je weet van, oei, er zit hier iemand die mijn plaats eigenlijk direct kan innemen als ik wat minder presteer. Ja. Ik denk ook gewoon, als er 1 geblesseerd is, bij een andere ploeg is het al... paniek bij wijze van spreken, want je moet een vervanger zoeken, want die tweede keeper dat is maar een half zo goed. Ja. Terwijl nu, stel nu Nardi is geblesseerd, Roef kan bijna problemen met zijn plaats inpikken. Ja, inderdaad. Maar ik denk dus dat is al sowieso geen probleem met Roef. Roef heeft die ervaring van op de bank zitten met onder Proto en Anderlecht. Ja. Roef was ook eigenlijk nergens. Hè? Ja, dat klopt wel. Want dan heeft hij daar in de Europa League, was dat toen zeker, een heel slechte wedstrijd gekiept, Roef. Waardoor dat die niet werd gehaat, maar ja, niemand wou meer dan Roef in de goal stond. En dan is die nu bij Gent. Ja, er werd eigenlijk veel gelachen met Roef. Ja. Maar hij heeft bij Gent gewoon bewezen dat hij gewoon echt een goede keeper is. Ja, meer dan bewezen. Te braaf overkwam, ja. Denk ik. Ja. Dat zijn, inderdaad. Beetje zijn probleem was. Een beetje zijn gedrag, zo, ja. Maar ja, als dat niet in hem zit, ja. Ik was wel bang dat hij, want hij was even gelinkt aan een Franse ploeg in de wintertransferperiode. Dat hij ja, het is ook iets hoor, dat er een kans dat hij misschien zou vertrekken. Ja, hij is Rijms. Rijms, inderdaad. Juist, ja. Maar ik weet, ze hebben dat nog aan Hein voorgelegd en die zei van, dat is daar een mooie wijnstreek zijn. Ja, maar ik vind ook gewoon, ja, de rest, allee, op de rest van het veld heb je competitie, waarom zou je dat dan niet op de plaats van de keeper kunnen hebben? Ja. Mm-hmm. Oké, en dan nemen we de laatste speler van de zomertransferperiode erbij, Hauge. Ja. Een speler die een marktwaarde heeft van 10 miljoen normaal gezien. En die normaal gezien heel goed kan voetballen. Maar in de Gent... Het is er niet echt uitgekomen. In de Gent is die... Maar ik denk dat het echt puur iets mentaal is. Ja, we hebben het vorige week op de podcast ook gezegd. Hè, dat hij eigenlijk met een beetje psychologische problemen zit. In verband met iemand dat hij geblesseerd had in het verleden. En dat hij eigenlijk niet meer vol in duel durft te gaan. Omdat hij die speler zo hard geblesseerd had. Dus ja. Ja, Hauge... Een beetje een probleem. Ik hoopte altijd dat hij zich erin voetbalde. Maar ik hoop het nog altijd dat hij hier kan scoren voor Gent. Maar ik denk dat zal gedaan zijn achter dit seizoen. Ze zullen geen verlenging meer geven, denk ik. Maar tenzij dat hij nu plots goede match bent spelen, dat hij plots bent te scoren aan de lopende band. Maar dat zie ik gelijk niet snel gebeuren. Nee, ook als hij erin komt, meestal is het zo. Hij doet wel zijn acties, maar dan. Maar denk dat hij ook wel gewoon beseft van dat er hoopt het bij Gent voor hem. Ja. Dat hij.
hij wil wel zijn best doen, denk ik, maar hij ziet ook, denk ook gisteren tegen Zolte, die match, denk de laatste goal, denk ik, waren het Orban en Hauge die altijd in de bal liepen. Ja, ik had ook gezien. Ja, ik dacht van, Hauge zal misschien een keer op doel trappen, maar die houdt hem gewoon in voor Orban. Ja. Dan denk ik van, oké, misschien het beste, maar denk een spits, of een aanval die echt in vol vertrouwen speelt, die vliegt daarop en die trapt. En, ja. Dat was misschien wel een teken aan de wand van, kijk, ja. Dan dacht ik echt vertrouwen. Van, ja, die jongen speelt gewoon zonder vertrouwen. Want ja. Ik weet nog dat hij gehaald werd, en ook op het forum van Gent, hij zeiden ze, dat is een echt een tien dat erom dat komt, ja. Dus dat kunnen we goed gebruiken. En doordat Hauge zo minder presteerde, is ook de reden waarom we Hong hebben gehaald. Hè. Ja. Als Hauge had gepresteerd, dan was Hong er nooit geweest. Ja, maar Hauge inderdaad, om even terug te komen op die actie van in Zulte, is dat dan Gift zijn fout of is dat Hauge zijn fout? Ja. Ja, het moeilijk zijn dat Orban zijn fout is natuurlijk, want hij is ook gewoon een spits, hij vliegt ook gewoon op die bal. En hij trapt hem binnen. Ja, dus uiteindelijk kun je er ook niks mis van zijn. Je kunt er niks van zijn, maar als je die bal ziet komen, is dat eigenlijk een hoge bal. Ja, de pas was misschien wel voor hem bedoeld ook. Ja. Maar het is ook niet Hauge zijn rol om te scoren, hè. Het is meer een team. Goeie waar. Ja. Toch, als een team als de bal komt, moet hij ook gewoon kunnen scoren. Hè. Ja, als hij hem binnentrapt, zoals dat hij heeft gedaan, kan je er inderdaad niks op zeggen. Maar als ze hem niet zo binnentrapt hebben, ja, dan hangt er misschien wel kritiek geweest in van ja, laat hem voor Hauge. Ja. Ja, dat ligt volgens mij ook. Ja. We weten ook niet de dingen dat hij zegt tegen Hauge. Verstel dat zegt hij tegen hem, ja, uw rol is niet om te scoren, uw rol is echt om te bedienen. Misschien verwachten we dan, ja, snap je, wij verwachten goals van zo iemand goed. Terwijl als hij nooit die rol heeft gegeven of gekregen heeft. Maar ja, zelf dan ja, dat nog. Kan. Zelf als hij niet de opdracht heeft gekregen van te scoren, zou dan presteert hij niet goed. Hij had één goede wedstrijd tegen Charleroi. Ik weet het niet meer. Hij heeft bij mij weten één assist gegeven in een Europese wedstrijd, denk ik. In de beker. Of in de beker. Tegen Cercle thuis. Dat zat al in. En dan denk ja, misschien is zijn rol niet om te scoren, maar ook voor de rest. Gelijk als hij op de flank staat, zijn dribbles, ja... Hij komt probeert er niet uit, wel, maar ja, zonder vertrouwen, hij durft niet. Ja. Ja. Dan is Jordan nog een betere tien. Ja. Hij is een paar keer behoorlijk ingevallen en dan is hij in een wedstrijd gestart en toen was het terug niks. Ja. En ook vrij vroeg vervangen. Dus. Ja, en dan kom je er moeilijk weer in. Ja. En ik denk nu ook met de geblesseerde spelers die bijna allemaal terug zijn, ja, dat die er gewoon niet meer in gaan komen in de ploeg. Ja. Daarom denk ik dat Tarik meer gaat gebruikt worden als een team, denk ik. Hoop ik ook, want dan kun je... In feite Gift en Kuipers laten staan. Hè. Ja, we gaan het zien. Dat hoop ik natuurlijk, hè, maar ik ben hij niet. En dan zitten we nu aan de wintertransfers. Als eerste onze aankoop. Gift, 3 miljoen. Wat moeten we daarvan zeggen? Ludobek uit Noorwegen. Ja, ik weet niet wat hij spreekt. Dat is uit de Noorse tweede klasse. Ja. Ja. Ook. Eigenlijk gek, hè? Stebak of zoiets, ja, inderdaad. Toch gek dat hij Noors tweede klasse... Ja. Ik hoorde dat en ik dacht van, allee, waar zijn ze nu weer binnen getrokken? Ja. Maar dat dacht ik ook bij Moses Simon, dacht ik ook bij Kalou. Ja, ja, ja. Maar die was er ook nog niet lang, hè, bij Stebak. Ja, want hij was topschutter geweest. En toen kwam hij van, wat is het, Nigeria? Of? Ja. En toch betalen ze, wat is het, 3 miljoen? 3 miljoen. Ja. 3 miljoen voor Gift, voor iemand uit de Noorse tweede klasse. Op het eerste zicht zou je toch zeggen van... Ja, is dat wel waar? Ik denk dat we dat vaak hebben gedacht de afgelopen jaren, toen dat ze zo'n speler haalden waar dat we nooit van gehoord hebben. En nu zijn ze... Ja. Dan moeten ze hem toch goed opgevolgd hebben als ze dat vooruitgeven. Ja, ze hadden hem een jaar gevolgd, zeiden ze. Hein van Aesbroek, blijkbaar het hele scoutingteam volgt de Noorse tweede klasse heel goed, blijkbaar. Okay. Waarom? Verrassend. Geen idee. En ze wisten van zijn bestaan. Ja. Maar waarom dat ze dan 3 miljoen op tafel hebben neergelegd? Waarschijnlijk om echt te zeggen van we willen hem direct. Ja, dat hij niet op de radar kwam. Het was op het laatste moment, omdat eigenlijk Salah... Een verrassende transfer op het laatste moment. Van Salah, inderdaad. Ja, en met die 3 miljoen hebben we Gift gekocht. Inderdaad, ja. Het was een beetje... Ja, gelukkig hebben we hem gekocht. Uit haast waarschijnlijk dat ze ook zoveel hebben betaald. Ja. En ja, hij heeft nu 9 goals in 8 matchen voor Gent. Is hij beter dan Salah? Maar denk, kun je hem niet echt vergelijken, vind ik. Het is niet echt hetzelfde type speler. Het is inderdaad niet hetzelfde type speler, maar puur qua output, ja, zou ik zeggen, ja is beter dan Salah. Ik vind Salah wel altijd een meer complete speler. Maar Salah is technischer. Zijn doelpunten nu zijn een beetje tegendelen. Ja, tuurlijk. Inderdaad, ja. Maar Salah is niet... Salah is een dribbelaar. Ja, dat was meer een Tissoudali. Nou.
ik weet het, maar ja. Hetzelfde, maar... Want nu heeft hij ook al gescoord hè, bij Reims. Sanne? Ja, dat klopt wel. Ja. Ik heb wel nog steeds liever iemand die misschien niet zo goed kan dribbelen of wat dan ook. Maar gewoon een trap-tijd scoort. Maar wel gewoon de goal weet staan, gelijk Gibbs. Dat is belangrijk. Dan iemand die wel af en toe een goal scoort en vaak dribbelt. Ja. Het geeft me zo David-vibes, ik heb het vorige week ook gezegd. Ja, ja. En over David gesproken, hij heeft een record verbroken. Ja, ja. Ja, ja. Even een shout-out naar David. De meeste goals in de 21ste eeuw. Ja. Voor Lille. Een hat-trick. Ja. Ja. En hij heeft een bekende Eden Hazard voorbij gesproken. Ja. Ja. 51 doelpunten zeker nu, totaal. Ik weet niet veel het was. Ik weet het niet exact, nee. Ja, dat is wel... Dat is gek om te denken, die komt van Gent. Ja, hoe lang speelt hij dat nu al? Ja, op, een jaar, of? Op een vrij korte tijd heeft hij dat toch al verbroken. Drie jaar zeker, denk ik. Ja. Ja. Dat is snel, hè. Nog altijd echt een dat ik denk, dat is een Gentenaar. Ja. Die is hier groot geworden. Ja, en heeft Gent eigenlijk een... krijg je daar een procent op als ze hem doorverkopen? 1/4 krijgen we. 1/4. Ja. Okay, voor hetzelfde geld verkopen ze dan voor, weet ik veel, 60 miljoen. Ja, vorig jaar werd hij gelinkt naar Arsenal voor 60 miljoen. Kijk, stel dat ze 60 miljoen krijgen, dan krijgt Gent 12,5, als mijn berekeningen goed zijn. Ja. Maar ja, kijk nu naar Chelsea, die Mudryk, die Oekraïner. Ja. Hoeveel zijn ze ervoor betaald? 100 miljoen of zo? Ja. Het was heel veel, hè? Heel veel. Ja. Terwijl, ik had er nooit van gehoord. En tot nu toe weten we ook niet echt zijn... Ja. Nee, die zijn niet echt overtuigd. Zijn, ik hoop nog altijd dat David toch zo nog een keer terugkomt naar Gent. Ja, u weet zo op het einde van zijn carrière. Op zijn nou een dag. Zo. Als ze zo'n jaar of 34, 35 is. Ja, ja, ja. En ik had het gezegd, en mijn oma, die chauffeur was voor de Gentse jeugd, was de eerste die hem had afgehaald op de luchthaven. Dat dus mijn oma was een beetje de vertrouwenscontactpersoon van Jonathan David. Maar mijn oma is er nog overleden, maar toch. Dat is wel... Want mijn oma zei het, omdat mijn opa, die is ook overleden, is half Canadees. En mijn oma zei tegen hem, ah ja, we hebben een Canadees. Mijn opa, ik heb daar nog niks van gehoord. Want dat was de grootste Gent-supporter van de hele wereld. Ik heb daar niks van. Direct binnen Google, Jonathan David, wie is dat? En hij zei direct, ja, dat gaat een goeie zijn. Hè. Ah, kijk wat hij daar doet. Amai, amai. Cool. Ja, en dan, ja, ik krijg echt dezelfde vibes van Orban. Ja. Hij is ook helemaal 20, hè? Ja. Ja. Maar David was wel... Allee, completer, hè. Dat denk ik wel, ja. Die kon goed dribbelen, die kon goed passen. Ja, die had ook echt veel assisten ook. Ja, dat heeft Gift nog niet begint, heeft nog geen enkele assist. Maar het is nog vroeg, want uiteindelijk is hij maar na de winst... acht wedstrijden. Ook gekomen, dus... Maar het ziet er naar uit dat die 3 miljoen, dat peanuts geweest is. Ja, inderdaad. Denk als ze... Nog een seizoentje houden, zeker. Ja, denk het wel. Allee, ja, kijk. Dat is nu eigenlijk een perfect voorbeeld van... Eigenlijk, er is veel kritiek op, toch zeker binnen de supportersgroepen van Gent, op het bestuur, op het transferbeleid eigenlijk. Van ja, het doet te rap spelers weg of het doet te weinig jeugd in de ploeg. Maar kijk, uiteindelijk halen ze wel... Zo'n ploeg, hè. Gent moest geld halen van zo'n spelers. Hè. Ja, inderdaad. Ze halen spelers die eigenlijk onbekend zijn voor het grote publiek. En ze maken ze groot. En ja, ze maken ze toch wel vaak groot, zoals David, zoals Gift nu. Niemand kende die Gift, hè. Er zijn nog zoveel namen, hè. Moses Simon, Kalou, Fokke ook, Kalinic, Sels. Het is misschien wel zo dat ze er meer moeten halen nu voor een paar goede uithalen dan vroeger. Hè. Ja. Dat is waar. Ja, dat misschien wel. Maar ik vond nu toch, als ze puur enkel en alleen op de laatste zomertransferperiode en de laatste wintertransferperiode, vond ik het wel echt op dat vlak ook goed. Ja, dat ze, wel. Weinig dat spelers halen en dat die spelers wel echt gewoon renderen. Sleutelspelers. Ja, behalve Hougen dan misschien. Ja. Maar dat was een beetje een miskoop misschien natuurlijk. Ja. En ik ben ook wel echt blij dat we veel van de jeugd beginnen te gebruiken. Ja, want, want ik zie daar ook wel echt de bevestiging mee dat de jeugd verbetert. Ja. Naar Fofana. Fofana, Salah. Vorig jaar. Van Dalen. Twee jaar geleden eigenlijk al Samoazen ook. Samoazen, ja. Ah, juist, ja. Van, ja, we vreten dat snel, man. Ziet hem groeien. En in het begin dat hij inviel, vond ik dat... Was dat een mager manneke. Te vroeg, eigenlijk. Terwijl dat nu maakt hij acties. En, die neemt leid door iedereen. Ja. Die is 17 jaar nog altijd. Hè. Die gaat nog sowieso nog een paar jaar hier blijven. Ja. Ik zei het vorige week ook, 17 is echt jong. En inderdaad, je ziet hem echt groeien doorheen de matchen. Ja. Ja, ik krijg meer vertrouwen. Hè. Ja. In het begin was... Maar dat gaat ook wel normaal. Op een 17 debuteren in de A-ploeg. Tuurlijk. In de eerste klasse, een beetje verlegen. En nu, je ziet dat wel, die speelt met vertrouwen, die weet wat hij kan. Ja. En nu had hij ook een assist, zeker, hè? Ja, een assist voor Orban. Voor de makkelijkste goal van Orban. Mooi gekeken, eigenlijk. Hè. Ja, maar je kon hem ook zelf getrapt hebben. Ja. Dat vind ik dan wel goed aan een Fofana-speler, dat hij altijd
Omdat het ook, het is niet zijn rol om te scoren, dat hij dat ook weet. Ja. Misschien is het ook omdat hij jong is, dat hij daarmee ook weet van ik moet luisteren, anders krijg ik mijn kansen niet. En eigenlijk had hij... Eigenlijk had hij ook altijd een assist moeten hebben op Kuipers tegen Bazak Zegre. Ja, juist. Ja. Maar die mist dan onbegrijpelijk. Ja, inderdaad. Allee, de hele, het hele midden- en rechterdeel van de goal is open, maar hij schiet hem links waar de keeper staat. Ja. En dan schiet Orban wel gelukkig de met zijn hoofd eigenlijk, met zijn zicht eigenlijk. Ja. Ja. Dat is straks het volgende themaatje. Maar ik ga nu nog vlug onze laatste aanwinst, huuraanwinst aantoveren. Piatkowski. Ik vind dat... Ja, het is een huur, maar hij had het ook gezegd in een interview in het Nieuwsblad. Ja, of was het Nieuwsblad? Denk het, ja. Dat hij zei van, ik wil blijven in Gent, ik voel me hier goed. Ja. Ja. Hij speelde er, hè? Ja, hij ligt ook zo goed bij de supporters. Die, toen hij de bal daar tegen Anderlecht van de lijn haalde, draaide hij hem om en begon hij het publiek op te krikken. Ik denk dat hij ook vooral is door zijn charisma. Door zijn... Het is een beetje, zoals ze vroeger zeiden, een beest. Ja. Het doet mij denken aan speelstijl. Dat is dan misschien lang geleden aan Wasilewski bij Anderlecht. Kan ik inkomen. Dezelfde manier van... Beetje een stoere gast, vol tattoos. Ja, een strijder. Zo. Ja. Redelijk brein. Zo. Hebben jullie het artikel gelezen van zijn tattoos? Het is wel een grappig verhaal. Misschien ook ik heb er iets van zien passeren, maar ik heb niet gelezen. Ik zal het eens vertellen. Zijn ouders zijn enorm tegen tatoeages. Okay. En toen hij zei, ik wil een tattoo. Want bijna niks van zijn tattoos hebben betekenis. Het is echt gewoon puur omdat hij het cool vindt. Ja. Want meestal, hij komt uit Oostenrijk, is daar van als je een tattoo hebt, kom je van een gangsterbende. Maar hij wou het dan gewoon graag omdat hij dat cool vond. En de eerste tattoo dat hij kreeg was van zijn papa op zijn arm. En dan, zijn oma was dan overleden. En op zijn rug heeft hij een gigantische engel. En die heeft hij dan gedaan voor zijn oma. En dan nog zo'n paar kleintjes. En nu is het normaal gezien. Had hij beloofd tegen zijn ouders, ik ga geen tattoo meer zetten. Maar vorig jaar is zijn neef overleden aan kanker. Dat was ook in Gent, dat hij rond het snel zat, ja, ik denk oktober. Juist, denk ik, ja. Ja, oktober. Daarvoor heeft hij gezegd, van, ik wil er eigenlijk wel in zetten, maar ik heb beloofd aan mijn ouders van niet. Maar ja, kijk, ik zit hier toch in België, dus wie zal het weten. Ja. Maar ik ben zo'n fan van die speler. Alhoewel had hij nu wel een mindere wedstrijd gespeeld, maar voor de rest, ja... Ja. Je kunt al een keer minder match spelen, natuurlijk. Ja, inderdaad, het was zo een beetje nonchalant, vond ik. Ja, maar ik vergeef het hem. Maar uiteindelijk heeft dan die voorzet voor zijn manier van spelen. Nonchalant, maar dat heeft ook zijn positieve kant. Ja, dat is wel waar. Hij durft naar voren komen. Uiteindelijk heeft hij dan die voorzet voor die goal van de Saar. Ja, en ook dan is het ook weer in orde. Ja. Ook zelf geschoten op goal. Dat jammer genoeg er niet in zat, want ik hoop echt dat hij scoort, want hij verdient het ook. Ja, sowieso. Maar... Ik hoop dat we hem kunnen kopen. Waarschijnlijk ook voor 5 miljoen, omdat zijn marktwaarde stijgt alleen maar. Ja. Dus Salzburg zal ook wel niet denken, hier, je mag hem gratis hebben. Dus ik hoop natuurlijk... Ja, ik vrees ervoor dat we wel een speler voor zullen moeten laten verkopen om hem te kunnen betalen. Ja. Of we het kunnen doorstoten in Europa. Want daar krijgen we... Ik denk als we naar de volgende ronde hebben, krijgen we ook 5 miljoen, denk ik. Ik weet niet exact, maar het zal wel veel zijn omdat het toch al kwartfinale is. Maar over Piatkowski, het kan misschien zo'n Tornariga-verhaal worden. Hè. Dus het is eigenlijk enkel een huur zonder aankoopoptie. Maar als je toch hard genoeg pusht voor die speler, dan kan je misschien wel nog krijgen. Hè. En ik vind het ook gewoon leuk dat hij zelf ook wilt blijven in Gent. Volgens mij, als hij naar Salzburg gaat en zegt van ik wil naar Gent, hallo. Dus ze gaan hem ook niet vasthouden aan de ketting. Hij gaat hier ook niet dwingen natuurlijk om te blijven. Ja. Allee, als hij zelf zegt van kom, regel ik in een transfer mee naar Gent. Ik ben daar graag, ik speel daar goed. Hier gaat hij altijd spelen. Terwijl bij Salzburg, niveau ligt dat misschien toch iets hoger. Ja. Maar dan de vraag, wat doen we met Okumu? Ja, want we hebben een Gadeu, Tornariga en Piatkowski dan. Ook een viermans, die zien we ons niet spelen. Ja, maar sowieso het reserve speelt, dat is sowieso. Ja. Dus, het is ook zot om alle reserves. Maar neemt Okumu het akkoord mee met de bank te zitten? Ja, hij zal wel moeten, hè. Ik denk dat je gewoon moet kijken op basis van vorm wie dat het beste is op dat moment. En dan kies je 3 uit die 4. Ja. Maar Piatkowski is ook wel blessuregevoelig. Ja. Dat was op voorhand ook al gezegd, hè, dat hij wel riskant ligt met de blessures. Ja, ik denk dat wel als concurrent in de ploeg zijnde makkelijk is om te aanvaarden om op de bank te zitten. Ja. Je weet van,
misschien na 5 matchen of zo gaat hij wel een keer blessure dragen. Ja. Dus dan krijg ik sowieso mijn kans. Ja, ja, het is dan makkelijker om te aanvaarden. Dat is misschien erg om te denken. Ja, ja, maar dan heb ik daar wel een rol. Ik ga hem een keer tackelen om te trainen. Kom, alsjeblieft niet doen, laat hem staan. En nee, maar nog één iets over Piatkowski. Ik denk dat hij gewoon zo geliefd is door zijn passie dat hij ook gewoon uitstraalt, ja, altijd. Ja, ja. Gaat er gewoon. Ja, dat is een machine. En ook van in het begin al, dat vond ik wel opvallend. Bij zijn voorstelling zelfs, bij agent, was hij echt heel vol vertrouwen gewoon. Ja. Dat hij zei van direct, ja, ik zou graag de volgende match al spelen en ja, ik ben volledig klaar. Ja, en maar ik denk dat hij, wanneer is hij toegekomen? Donderdag en de zaterdag al spelen. Ja, 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 inderdaad. Inderdaad. Toen ben ik een beetje denken aan Niklas Dors, die een Duitser van twee jaar geleden zeker. Ja. Dat was ook een pitbull, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat zijn, die ging erop, die ging op de speler en die liep niet meer los. Dat is een Duitse voetballer. Hè? Ja. Kijk, Piatkowski inderdaad, Dors. Als je kijkt naar hem, zou je het zijn broers van lichaamsbouw. Ja, het zijn een beetje dezelfde. Ja. Ja. Dat was ook misschien wel zo'n smeerlapje, dat ik de rest zei, dat we misschien wel nodig hadden. Piatkowski is mij ook zo een. Of toen ik in een vijand tackle daartussen, om te zeggen van, ik ben hier baas. En volgens mij zou hij nog groter verpakken om het team te laten winnen. Ik denk dat we dat nog zullen zien, spijt genoeg maar. Ja. Ja. Ik denk dat zo, stel morgen tegen Başakşehir, we staan 0-1 voor of zo in de 87e minuut, ja, een counter, dat hij wel een keer zegt, hier, een losgebroken man, laatste man, omver stampen. Ja. En dat hij ook zo gewoon zou zeggen, oké, ik heb rood. Zo be it. Ja. Dat vind ik ook wel goed aan hem. Dat hij zo'n monster is. Ja. Toen we denken aan een paar jaar geleden, een speler van Real Madrid, denk de bekerfinale in Spanje tegen Atletico. Juist, en hij heeft daar zoveel haat van gekregen. De allerlaatste minuut of zo, dat hij een doorgebroken speler van Atletico... Wie was dat nu weer? Ik denk dat het Valverde was. Dat kan. Dat hij een doorgebroken speler op de grond legde. Ja. En dat is zoveel haat opgekregen. En dat is nog verkozen tot speler van de match. Ja. Ja. Maar hij had ook wel echt een dijk van de wedstrijd gespeeld dan. Ja. Ik weet dat wel nog. Dat ik heb die match niet gezien. Nee. Maar ik had die tackle gezien. Ik dacht, ja, maar ja. Die gast was gewoon losgebroken. Ja. En Valverde... Langs achter de schaarbeweging zeker. Komt daaraan gelopen... Echt, laat in de wedstrijd is bijna moe en inderdaad, hij schaart gewoon bijna zijn benen eraf. Ja. Die gast was bijna dood. Ja, maar Dorst is eigenlijk spijtig dat de ploeg, toen dat Dorst er was, zo in slechte vorm was eigenlijk de hele tijd. Want dat was echt wel, dat was echt een goeie. Ik denk echt in een ploeg die draait, dat echt een topspeler is. Ja. Het seizoen dat Heijn teruggekomen is. Ja, en daarvoor zat je met... Een beetje heeft Heijn hem eruit gehouden. Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik geloof dat niet goed overeenkwam. Ja, ik denk want dat daar... Hij heeft sowieso een uitgesproken mening en denk dat Dorst ook wel heeft. Ja. Maar toen kan ik eens zeggen van, nee, ik ben niet eens met u. Ja. Weet iemand waar dat Dorst nu speelt? In Duitsland zeker? Augsburg, denk ik. Ik denk het. Is alles is er daar gaan. Ik denk dat hij ik hoop dat hij het goed doet, als hij het hoort. Hè. Augsburg of Freiburg? Ah, Freiburg kan ook, ja. Ja. Ik weet het niet 100% ik hoop dat hij het zeker. Goed doet, want het is een goed speler. En dan de spelers die weg zijn gegaan. Alleen degene dat we geld voor gekregen hebben, dus de transferspelers zoals Bezuz, heb ik niet opgeschreven. Okay. Bukari. Die hebben ze iets te vroeg weg dan, ja, denk ik. Inderdaad. Voor 3 miljoen blijkbaar. Ja. Ja. Denk, heeft niet vaak gescoord of zo, niet super vaak assist gegeven, maar hij zag wel dat hij echt wel goed kon voetballen. Ja. En dat hij wel echt zijn kansen moest krijgen. Ze hebben bijvoorbeeld gedaan met Yaremchuk, die heeft ook even geduurd en dat hij echt in vorm kwam. Ja, daar hebben ze wel gewacht en daar is echt wel, dat was echt wel de moeite geweest. Ik denk dat dat bij Bukari ook wel het geval zou geweest zijn. Ja. Want hij nu is eerst naar Frankrijk geweest. Een beetje te weinig geduld, vind ik. Ja. Hij is eerst naar Frankrijk gegaan en dan nu bij Rode Ster zeker. Ja, Rode Ster. En dan zit de halve keer, hij heeft weer gescoord of nog een assist. Ja. Ik denk dat ook een beetje de periode van Dorst was dat de ploeg in zijn geheel ook niet echt top draaide. Dat was met die vele trainerswissels van eerst door op weg doen. En dan hebben ze daarna Beleuni gehaald, zeker. De Dekker. Heel raar. En dan was het weer in de Dekker, inderdaad. En dan pas Hein van Azenbroek. Dus dat was in die periode dat hij ook een beetje... turbulente periode, ja. En hij was ook aan het zoeken, dus spijtig. Iets te snel weg dan. Ja, oké. De volgende is dan toch wel iemand die ik mis, Salah. Salah. Ja, sowieso. Allee, jong talent. Ja, ergens snel weggedaan. Oké, klopt. Maar we hebben er wel een ster van de speler mee gehaald met die 3 miljoen dat we van hem hebben gehad. Ja, en ook gewoon vanuit het standpunt van Salah, als je zo'n kans krijgt om... Tuurlijk. En, nu speelt hij basisplaats ondertussen. Hij heeft 2 matchen op de bank gezeten. Ja, meestal speelt hij wel voor rennen. Ja. Ja, hij speelt nu in basis, dus waarom zou hij niet gaan? En het is ook in een land waar je Frans spreekt en hij is vloeiend Frans. Dus
Ja. Het is spijtig voor ons, maar voor de supporters voor hem, is spijtig. Ja. Voor hem een goede kans natuurlijk. Hem tekort gekend, ja, en ja. Hij lag ook wel goed bij de supporters. Hè. Ja, ik kom uit de jeugd. Hè, ja. Ja. En ik vind ook wel 3 miljoen, vind ik wel... Ja, ik had liefst wel 5 gehad of zo. Ik vind 3 miljoen wel weinig. En de lage kant. Misschien wel in, ja, ja ik weet niet. Volgens mij was het meer van, we hebben geld nodig, dus ja, de eerste en de beste. Maar hij heeft wel uiteindelijk maar een half jaar goed geweest. Hè. En ja, wel beslissend goed ook, hè. Mogen we niet vergeten soms. Ja, echt veel goals en beslissende acties heeft hij toch niet zo gemaakt. Ik vind wel dat een speler is met veel potentieel. Ja. Denk vooral dat. Denk voor dat hij is ook maar 21 of zo. Ja, en jong ook, talent. Ook, dus opgenomen denk, door Marokko wel. Hè. Ja, ja, juist onlangs. Ja. Dat ik denk dat je daarvan wel iets meer kan krijgen. Als je echt doordrukt. Maar ja, natuurlijk, het is dubbel. Ja. Want zonder. Allee, als hij niet was weggegaan, hadden we Gift niet. Ja. Ja. En... Maar eigenlijk wisten we ook. Want ik had er een keer onderzocht. Stade Reims had ze een speler nodig. Dus als zij echt een speler nodig hebben, moeten ze eigenlijk meer doorzetten. Maar ja, kijk, dat is natuurlijk. We denken daar nu aan. Misschien dachten ze daar niet aan, omdat het was al aan het einde van de transferperiode. Je zegt Stade Reims, bedoel je niet Stade Reims? Sorry. Stade Reims, ja. Oh. Al die namen daar. Dat zeker correct zijn. Hè? Ja. Dat we geen haatcomments krijgen. Ze mogen komen. Ik sta klaar. Oké, dan de volgende speler. Iemand dat ik was vergeten totdat ik de naam opschreef, maar wel een belangrijke speler was, Hanke Olsen. 2,5 miljoen. Ook een goede verdediger, mogen we niet vergeten. Ja, ja. Klopt. Een correcte prijs. Ik vond het spijtig dat hij wegging op dat moment. Maar ik ben hem wel vergeten nu. Ik zeg het u tot ik de website bekeek. Ik denk dat hij inderdaad door zijn vervanger is, Piatkowski. Nu mist hij hem niet meer, maar op het moment dat we zoiets dat, van kunnen toch nog gebruiken. Ja. Er was ook zo iemand, een beetje gelijkaardig als Piatkowski, die zo vol passie altijd speelde. Ja. Ook wel vaak naar voren ging. Zo op de flank, zo wat dribbelen en zo. Dus. Misschien waren zijn passen en voorzetten iets minder dan Piatkowski. Ik denk eigenlijk opnieuw dat zijn vervanger wel gewoon nog beter is. En van de kaart heeft geweest. Ja. Van de kaart heeft geweest, Nee, maar op het moment dat ik dat hoorde van, Hanke Olsen weg, dat was wel van, maar 3, misschien zelfs maar 2 goede verdedigers over. Ja, op dat moment hadden we heel goede verdedigers. Dat is wel even een probleem. Dat was wel geluk dat we Piatkowski hebben kunnen halen. Ja. Dan de volgende speler. Ik heb echt helemaal geen idee meer. Ofwel ben ik het nu vergeten, of weet ik niet meer wie de speler is. Bayo. Voor 1,5 miljoen. Facundo Bayo, ja. Ja, die, maar viel het die ook niet hadden we die niet uitgeleend het seizoen daarvoor? Ja, ik denk wel. Het. En Charleroi kan? Charleroi. Ja. Charleroi. En dan is hij naar Engeland gegaan. En dan terug. Nu zit hij terug bij Charleroi. Dat kan wel. En is hij dan nu verkocht aan Charleroi? Ja, 1,5 miljoen. Dat herinner ik me. Ja, die heeft af en toe gespeeld voor ons, maar was eigenlijk ook niet overtuigend. Dus ik ben blij met het geld. Ik ken hem niet. En dan als laatste speler, ook wel een speler die ik mis, die heel weinig heeft opgebracht voor wat het eigenlijk was, Owusu, voor maar 1 miljoen. Hij is naar Frankrijk. Naar Auxerre. Ja, ook zeer. Ja. Maar 1 miljoen voor een middenvelder, dat wel. Maar ja, eigenlijk snap ik het ook wel. Vorig seizoen en het seizoen daarvoor was hij geweldig. Yeah. Vooral eigenlijk het seizoen onder Jastorp, met de Europa League. Zijn eerste seizoen. Ja. Vooral dat seizoen. Toen was het echt geweldig. 2019-2020. Ja, ik geloof want dat was het seizoen dat we tegen Roma speelden. Ja. Dat was echt, ik weet nog, die match, ik zat thuis te kijken en heel de middenveld van Roma zat in zijn achterzak. Ik weet dat nog. Ja, dat was echt geweldig. Maar dan daarna het seizoen, daarna is het ook een klein beetje afgezakt. Want dat was dus misschien daarmee dat ze daar maar 1, zoveel miljoen hebben voor gekregen. Ja, dat was met de ruit op middenveld. Hè. Owusu op de 6 en dan de 2 centrale middenvelders, Vadis en Kums. En dan de 10 was David. Hè. Ja, En dan Jaremchuk en de Potter in de spits. Dus Owusu, die deden daar echt goed op de 6. Ja, dat was echt geweldig. Die kuisten daar alles op. Dat was geweldig. Ik denk echt, die match in Roma was echt zijn beste match die ik ooit heb gezien. Ja, maar een thuismatch. Zou hij passen in het systeem van nu? Misschien als ze met een omgekeerde driehoek spelen. Hij op de 6 en dan misschien Kums en de Saar naast elkaar. Ja, misschien. En dan met 3 spitsen. Dan kun je perfect met 3 spitsen spelen. Misschien werkt het wel beter. Allee, ligt een systeem met 1-6 en wel beter. Een duidelijke 6 dan zo 2 centrale middenvelders. Ja. Toerop was wel een coach, dat ik wel. Ja, die zou ik wel graag. En die lag ook goed bij het publiek eigenlijk. Ook al, Omdat hij na elke match kwam de supporters nog eens groeten. Met zijn vuist dat hij dan. Met zijn typische. Die is nog altijd coach bij Midtjylland. Nee, die is Ontslagen. Ah nee, dat was bij Kopenhagen. Kopenhagen was het. Ja. Is,
na Henk is in Kopen, ja, van Henk is hij vertrokken naar Kopenhagen. Ja. En nu, dit jaar, dacht ik, is hij ontslagen. Hm. Oh, jammer. Je mag altijd hier tweede coach gaan worden. Samen met Heentje. Ja, wie weet komt hij weer terug. Hij weet dat hij geliefd was. Hè? Ja. Dus, ja, wie weet. Ja. Kan, hè. Lekker een tweede periode, eigenlijk Hein. Ja, ja. Ja, maar ik zie Hein nu nog niet snel eindigen of zo. Ja, het kan snel gaan in het voetbal. Tuurlijk, het kan heel snel gaan. Kijk, en dan hebben die transfer ons 11 miljoen opgebracht. En dus dan zitten we op een negatief kaartje van 2.650 miljoen. Dat we eigenlijk hebben verloren. Dat we verloren hebben aan transfers. Hè. Ja, ja, met veel manieren om dat binnen weer te krijgen. Maar ik heb dan ook een keer de balans bekeken van het seizoen 2021. En daar hadden we een winst van 3.8 miljoen. Dus dat trekt zich dan quasi wel weer gelijk. Okay, ja. Dit jaar zullen we wel wat verlies hebben. Maar Gent is sowieso een ploeg zonder grote schulden of geen schulden zelf. Dus. Ik denk ook dat we genoeg spelers hebben binnen een paar jaar. Like Orban, ja. Pak niet, die speelt nog een jaar, jaar en een half bij ons. Die gaat 20 miljoen brengen. Die koopt die, die voor 20, 25 miljoen. Ja. En woensdag doorgaan, hè. Dat gaat ook al wel opbrengen, denk ik. Ja, ook al. En dan naar ons laatste thema alweer. Eerst ga ik beginnen, beginnen we met toch de nabeschouwing van Gent Başakşehir. Ja. We zijn gaan kijken bij ons allemaal. Ja, ja, het was een eerste helft vond ik heel goed. Ja, tweede helft, ja. Dat was moeilijk om, we waren aan het zwemmen. Moeilijk om te spelen in een zwembad, denk ik. Ja. Ik denk echt, als dat valt, hoe had gelegen als niet opgegeten. Zo... Ja, die mannen waren echt niet beter dan Gent. Dat was het 7-1 geworden. Ja, maar dat, dat misschien niet, maar... Ja. Want kan... zeker rond, denk ik, ja. Sorry, mannen, maar ik kan nog één keer expected goals bovenhalen. We hadden in de eerste helft, dus het gaat alleen over de eerste helft, hadden we 2,45 expected goals tegen Başakşehir 0,25. Ja. Begrijpelijk. Ja. Want dus de eerste helft waren we eigenlijk niet zo efficiënt. Dat was wel duidelijk. Ik denk dat die laatste kans van Hong wel altijd binnen moest, bijvoorbeeld. Dus ja, het was wel spijtig dat we het eigenlijk in de eerste helft nog niet konden afmaken. Ja. Want in de tweede helft, volgens mij, we wisten al op voorhand dat niemand ging... We kunnen niet gaan voetballen, dat is... Maar dan snap ik Hein zijn commentaar niet van, over het veld, want volgens mij mag je daar nog het duurste veld daar leggen, hoe hard dat het daar regende. Misschien ging er de afvoer beter gaan, maar hoeveel regen dat er daar was gevallen. Het was gewoon echt gigantisch veel. Ja, maar mag de scheidsrechter de wedstrijd afsluiten voor regenval? Denk het wel. Waarom werd dat niet gebeurd? Want het was echt gewoon, de bal bleef soms gewoon stil liggen. Ik heb ook in de rust heb ik nog zitten denken van, ja, als ze nog zoveel blijft trainen, gaat dat misschien nog afgelast worden. Ja. Dus ik zal, en ook zeker in de tweede helft denk ik. Maar ik heb dat nog niet geweten eigenlijk. Zo, de wedstrijd was zo. Ik niveau, ook niet, maar door de regen, door sneeuw. Nu was het wel echt. Dat was echt wel extreem. Ja, ik denk kon niet meer voetballen, gewoon twee de bal. Ik weet nog een aanval van Başakşehir hier, dat ze willen passen naar Okaka, en dat de bal gewoon ineens stil ligt. Ja, ja. Hij valt gewoon neer, en hij blijft liggen. Ja, had veel van die plekken op het veld. Hè. Ja. Maar ik denk dat het ook gewoon moeilijk is, bijvoorbeeld in het standpunt van de scheidsrechter, om zo'n match uit te stellen, omdat, wanneer speel je? Wanneer ga je dan inhalen? Het is maar één helft, dus. Ja, dat is ook waar. En Gent zit met zo'n druk programma, En ook, denk ook voor de UEFA dat dat heel moeilijk ligt ook. Om zo'n en match ook, te verleggen. De terugmatch is een week. Is al woensdag, is een week later, dus. Inderdaad. Ja. Daar langer spelen. 45 minuten extra spelen. 3,5. Zonder Turkse fans aan heen gaan. Fans een beetje eerlijk zetten. Ja, ik vond het wel frustrerend, eerlijk gezegd. Zo de tweede helft, om zo die bal altijd zo... Ja, maar ik vond wel dat de sfeer er goed lag. Dat wel. De sfeer in het stadion. Ja, de sfeer was goed, inderdaad. Dat steek wel bij Europese match. Ja, behalve dan wel de Turkse supporters met hun Bengalsuur, waar ze dat weer vandaan gehaald hebben. Ja. Het was ook geen goed, want het was na 1 seconde al direct uit. Allee, kwaliteit. Als het doet, moet het goed doen. Ja, het is Ja, maar het waren er wel echt veel, hè. Ja. Ik denk dat er maar superveel uit Gent ook. Ja, 1900. Ja. Was het. Ja. Maar alleen, blijkbaar alleen Gent zit er. Ja. Ik merkte dat wel. Die zongen geen supportslied, dat was gewoon fluiten en broer. Een beetje anti-buffalo had ik ook gehoord. En dan zitten wij wel 8000 euro op te zamelen. Ik was wel een beetje... Ik vond het zo'n beetje respectloos, eerlijk gezegd. Ja, omdat wij geld inzamelen voor de RBV. Dat moet ik denken, Oké, dat je een beetje boer roept, dat kan ik mee. Maar dat je anti-buffalo of zo gaat beginnen, ik bedoel... Ja. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat allemaal zo grote supporters zijn. Dat is gewoon, er is een Turkse ploeg die komt spelen, aan een kansupporter. Dan ze overal een plaatselijke supporter Ja. Maar uiteindelijk... Stel, nee, we gaan woensdag morgen door.
Morgen winnen we gewoon. Dan vergeet je dat gewoon, ja. Dat is ook duidelijk dat we morgen winnen. Als we spelen gelijk vorige week op een goed veld, dan zie ik ons niet verliezen. Ja. Die waren echt niet beter of zo. Er is wel nog altijd wel een verschil thuis of uit. Maar ja, het verschil thuis was wel heel groot in de eerste helft dan, wanneer dat we konden voetballen. Dat ik ook wel vertrouwen heb naar de terugmatch van... Ja, inderdaad. Dat zeker wel mogelijk is om door te gaan. Ja, trouwens, want op het eind van vorige aflevering pronostiek is gemaakt. Ja. Ik had gelijk, hè. We hebben niks mee. Allee, jong. Jentel, onze grote excuses. Had inderdaad de pronostiek juist. We gaan u iets geven volgende week. Ja, Thibaut had gezegd, ik ga erom, maar hij heeft er niks mee. Ik had gezegd, ik ga erom. Nee, maar we houden het in ons hoofd. Ik was het ook al wat los vergeten. We gaan het niet vergeten, Jentel. Hij had ook nog de goalscorer juist. Dat ja, ook 1-1, goalscorer, Orban. Ja. Maar ja, we hadden allemaal Orban gezegd. Dus. Ja. Ik niet. Ik had niet Orban gezegd. Ja. Hij had een Gadeu gezegd. Ja, 1-0 en Gadeu ook wel. Dat had ik gehoopt. Ja, pronostiek is voor nu, voor morgen bedoel ik. Jentel? Ik denk 0-2. 0-2 in de goals? Misschien krijg je dan wel twee tentaties, hè? Twee keer Orban, ja. Oké, Nico? Ik ga voor 0-1. En wie scoort? Hong. Oké. Ik ga voor 1-3. En denk Kums, Piatkowski en Hugo Kuipers. Amai. Ik ga voor verlengingen en penalties. Oké. Okay. En wat is een verlengingen aan gelijkspel? En ja, 1-1 na 90 minuten met Kuipers die toch weer eentje binnenlegt. En dan de penalties winnen we. En dan op penalties pakt erover weer een paar, ja. Het zou leuk zijn, maar zou wel weer een lange avond zijn. Inderdaad, ja. Oh, dat is wel leuk. Wel is het maar om 6 uur, dus in feite. Ja. En ze hebben ook een dag meer tijd voor naar de competitiematch tegen Eupen toe te gaan. Ja. En dan nog iets wat ik op tafel wil gooien om bijna af te sluiten. Tissou Dali, hij is mee. Stel, hij staat op het wedstrijdblad. Wat doe je ermee? Ik zou hem laten invallen, denk ik. Ja. Ik zou hem misschien niet laten starten. Als hij het wedstrijdblad moet niet starten of zo, maar invallen. Maar vind je dan, als Gent wint met 0-1... Allee, en ze winnen, dat we hem dan er nog inbrengen om een beetje wedstrijdritme bij te krijgen? Of dat we zeggen, we beschermen hem liever tegen Eupen toe? Goh, misschien even inbrengen. Hè. Misschien maar 5 minuten of zo. Ja. Dat toch even de bal voelt. Ja, ik denk misschien dat wel wat gevaar kan brengen. Ja. Ik denk ook dat ze hem maar gaan inbrengen zolang dat de kwalificatie niet zeker is. Ja. Dat ze hem dan misschien inbrengen op het laatste kwartier of zo. Als het gelijk is. En dan ik denk ook wel dat als hij effectief in de selectie zit... Dat hij wel gewoon goedgekeurd is door de meeste staf, dat hij wel ook gewoon echt fit is. Ja, dat denk ik wel. Dus even nog iets met mijn pronostiek. Als Tissou Dali op het wedstrijdblad staat, scoort hij. Dat verander ik er nog aan. Als hij erop staat, ik weet het niet zeker, als hij erop staat, dan scoort hij in mijn ogen. Dat zou pas een mooie comeback zijn. Stel je voor, zo 80ste minuut, Tissou Dali komt erin, 85ste minuut, vrije trap, Tissou Dali, bam. De goal die de kwalificatie veilig stelt. Dat zou mooi zijn. Die tatoeëraar. Oké, dan gaan we het daarbij houden, zeker. Ja. Dank u wel, Jentel. Dank u wel, Nico. Dank u wel, Cedric. En volgende week zijn we terug met de derde aflevering van Blue White Breakdown. Salut!